met de vraagstukken van nu. Met u hoop ik op een goed moment hier met elkaar in dit kerkgebouw. Thank you.
Het is 73 jaar geleden sinds de bevrijding. Vandaag herdenken we alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en andere vredesmissies nadien. Vandaag herdenken we, morgen vieren we de vrijheid. Nog steeds is deze niet vanzelfsprekend. Ook onze dorpen kenden mensen die deelnamen aan de verzetsbeweging. Mensen die ogenschijnlijk, onmiddellijk en zonder aarzeling in verzet gingen tegen de bezetter. Maar stapten ze echt wel zo koelbloedig in het verzet? Vast niet. Ze hebben vooraf vast en zeker diep nagedacht over wat ze gingen doen. Ze hebben stilgestaan bij mogelijke verstrekkende gevolgen voor hun verdere leven. Zij realiseerden zich dat ze door hun acties terecht konden komen in gevaarlijke situaties die hen mogelijk noodlottig konden worden. En soms hadden ze geen andere keuze. Maar wat dreef hen dan? Waarom verzetten zij zich tegen de gevaarlijke, overheersende vijand? Was het vaderlandsliefde, bescherming van geliefden, hang naar vrijheid, verantwoordelijkheidsbesef, woede, naastenliefde, gevoel voor rechtvaardigheid of misschien hun geweten? Wat maakte dat de ene mens zich aansloot bij het verzet en de ander niet? Maar wat zou u doen? Stel, u komt in een soortgelijke situatie. Wat zou u doen? Welke gevolgen voor uzelf en voor uw naaste vindt u aanvaardbaar? Welke middelen zijn geoorloofd? Of, geplaatst in onze tijd, wat doet u nu in de huidige situatie? Als u ziet dat een ander mens of een groep onheus bejegend wordt, voelt u uw verantwoordelijkheid naar hen? Maar het is nu geen oorlog en er is geen directe levensbedreiging. Maar toch spelen er genoeg zaken in onze samenleving waarbij een beroep op uw verantwoordelijkheid kan worden gedaan. Daaraan kunnen consequenties verbonden zijn, die naar alle waarschijnlijkheid minder bedreigend en risicovol zijn dan de gevolgen die het verzet ondervond in de Tweede Wereldoorlog. Maar toch, ik hoop dat de motivatie en de moed van de toenmalige verzetstrijders voor ons een stimulans kunnen zijn om onszelf af te vragen, ook nu, of we wellicht ook wat vaker kleur kunnen bekennen en onze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de ander. Hiermee sluiten we deze ceremonie af. Ik wil graag alle aanwezigen uitnodigen langs het monument te lopen en eventueel bloemen te leggen.
Thank you.